En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 4 augustus. Gedurende de avonduren zal op sommige plaatsen perioden met lichte tot soms matige buien voorkomen. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen zal in de ochtenduren op enkele plaatsen mogelijk een lichte regenbui vallen. In de middaguren komen er perioden voor met lichte tot matige buien, soms met onweer, vooral boven het westen van het land voor. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 4 augustus in de middag op enkele plaatsen matige onweersbuien die eventueel gepaard gaan met windstoten kunnen voorkomen.